Ik sta hier bij de finish inderdaad met de directeur van de marathon, Edgar de Veer. Tevreden tot nu toe? Ja, zeker. Ik bedoel, als je hier de mensen binnen ziet komen, je hebt het heel goed naar hun zin. Het is fantastisch mooi weer voor een marathon. Hè. Ik bedoel, misschien dat mensen langs de kant zouden zeggen, maximaal 10, 15 graden meer. Om te lopen is fantastisch lekker weer, het zonnetje schijnt. Er zijn ook eigenlijk geen gekke dingen gebeurd, dus tot nu toe verloopt het prima. Tevreden ook over die tijd van de, die Keniaan, nu eerst, Talam, die eerst is geworden. Een beetje onverwacht. Ja. Tevreden? Ja, dus over de tijd eigenlijk wel tevreden. Alleen, er is iets verkeerd gegaan een paar honderd meter voor de finish. Dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer, want anders loopt hij misschien 10, 15 seconden sneller. Dus het is een hele mooie tijd. Eigenlijk heel tevreden, maar een beetje wrange nasmaak, omdat het natuurlijk niet helemaal goed is verlopen. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Maar als van tevoren had ik gezegd van er wordt 206-27 gelopen, zouden we zeggen, nou, dat past prima bij Eindhoven. We hebben altijd gezegd, we willen een 206 marathon zijn. Als alles mee zit, fantastische wedstrijd. Nou, die week lopen we onder de 206, hadden we vorig jaar. Valt het er heel erg tegen, dan wordt het misschien 207. Nou, dat hebben we nog nooit gehad de laatste jaren. Nee, dus we zijn daar heel erg tevreden over. Toch kun je ook denken, mensen denken misschien een half minuutje langzamer dan vorig jaar. Een kleine tegenvaller. Nee, ik snap wel dat mensen zo denken. Het is natuurlijk sport, hè. Nou, uiteindelijk kan je allemaal mooi meten. Maar 205 vorig jaar was eigenlijk uitzonderlijk snel. Zonder vijfde op de wereldranglijst van marathons. En volgens mij 7e en 9e op het einde van het jaar met de twee atleten. Ja, dat is eigenlijk boven onze stand. Dus dat zouden wij best ieder jaar willen, maar dat is niet realistisch. Ja, over het algemeen ook tevreden deelnemers. Het is dus een kleine opmars te zien. Die had misschien nog iets hoger kunnen zijn? Of? Nou ja, we zijn vorig jaar eigenlijk onverwachts gegroeid van 19.000 naar 24.100, 24.200. Dit jaar zitten we op iets meer als 24.500. Het zag er heel lang naar uit dat we ook die 25.000 gingen halen. Maar je ziet, de halve marathon is hetzelfde gebleven. Ik geloof zo'n 9500 deelnemers. De marathon is gegroeid van 2300 naar 2600 deelnemers. 10 kilometer is gegroeid van 2700 naar 3000. Maar bij de mini-marathon hebben we een paar honderd man verloren. Vorig jaar waren er 2700, nu 2200. Nou, als je alles middelt, ruim 24.500. Dat is ook een record, dus daar zijn we wel blij mee. Die mini-marathon, waar ligt dat al aan? Nou, ik denk dat hij is korter geworden vorig jaar. Hij is een 1,5 kilometer gegaan. Misschien dat er ook wel weer mensen zijn die zeggen 1,5 kilometer is wel heel kort. Ons gevoel zegt dat het ook te maken heeft met vakantie dit jaar heel laat. Klinkt heel erg gek. De scholen starten pas heel laat op. Dus eigenlijk tussen de eerste schoolweek en ons evenement is maar 6 weken. Ja, die scholen moeten dan eigenlijk de kinderen mobiliseren, in laten schrijven, op tijd aanmelden. En we hoorden wel dat het aantal scholen daar dit jaar wat moeite mee hadden. Dus het is waarschijnlijk een optelsom van factoren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SOM Media, Rabobank Eindhoven-Veldhoven, Ergon, Dynamo Jeugdwerk, Sint-Anna Topsupport en Corijn Kinderplein.